Woensdagochtend verstomde de wereld, want in Parijs werd er een laffe aanslag gepleegd op de redactie van Charlie Hebdo. Overal in het land worden bijeenkomsten georganiseerd en ook in Horen. Burgemeester Onno van Veldhuizen spreekt toe. Gisteren is er in Parijs een walgelijke aanslag gepleegd. Wij staan hier uit afschuw en medeleven. Het was een aanslag van 3 extremisten in naam van hun God, die haat brengt in plaats van liefde. Hun God zonder vergeving. Hun God zonder lach. Hun God die spreekt in kogels en iedere geloofwaardigheid verloren heeft. On and on the rain will fall, like tears from the stars, like tears from the stars. On and on the rain will say, how fragile we are. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Waar geen sport mag zijn, wordt het totalitaire geboren. Wie bij ons 1 potlood breekt, krijgt er dus 2 voor terug. Ik denk dat op deze manier iets wordt uitgedrukt wat je op geen enkele andere manier kan uitdrukken. Ik heb er zelf ongeveer 24 uur over gedaan om überhaupt woorden te vinden. En die woorden bestonden voornamelijk uit, ik heb hier geen woorden voor. En vandaag zijn er wel woorden gesproken. Ik denk hele goede en hele terechte, hele mooie. Maar vooral de stilte is denk ik heel erg getroffen. Ja. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht. Ja, en het staat op ons oorlogsmonument. En hoe je het went of keert, ja, die zin kwam in mij op en in veel andere mensen ook. Overweldigende bijeenkomst hier op de Rode Steen, ingetogen, maar vooral saamhorigheid was het sleutelwoord. Ja, ik was heel erg blij met het feit dat er zoveel mensen van verschillende geloofsgemeenschappen waren. Dat de beide imams er waren van de Turkse moskee en de Marokkaanse moskee. Ik vond het heel bijzonder dat mijn collega's uit de naburige West-Friese gemeente het hier met ons bijwoonden. En ik vond het ook heel bijzonder dat er zoveel mensen van de vrije pers, u ook, hier waren en natuurlijk ook de politie, om onze rechtsstaat, onze democratie, onze vrijheid, onze gelijkheid en wie wij samen zijn en willen zijn, om daar voor, achter, naast, links en rechts, onder, boven te gaan staan.